Gewapende overval op winkel in Kerkrade. Een winkel aan de hoofdstraat in Kerkrade is zaterdagavond overvallen. De verdachte is na de overval gevlucht. Bij de gewapende overval, die rond 19.45 uur plaatsvond, raakte niemand gewond. De verdachte is er te voet vandoor gegaan, vermoedelijk in de richting van de Poststraat. Het is nog niet bekend of er buit is gemaakt. De politie is een onderzoek opgestart. Met betrekking tot dit incident is ook een burgernetbericht verspreid. Signalement. Het betreft een vrij lange blanke man met donkere ogen. Hij is ongeveer tussen de 20 en 30 jaar oud en droeg een donkere jas, capuchon, mondkapje en rugzak. Iets gezien of andere informatie? De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben rond 19.45 uur op de hoofdstraat in Kerkrade of een persoon met rugzak richting Poststraat hebben zien lopen of beschikken over andere informatie die het politieonderzoek kan helpen, kunnen contact opnemen met 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.